vraag is van... Steven. Hoeveel keer hebben jullie het al gedaan? Hey, volg deze gast op Insta. Zijn naam is Matty Patati. Link staat in de beschrijving. Yo mensen, speciaal krijg ik een video op mijn kanaal en vandaag ga ik een vlog voor jullie maken. Yeah! Ik was vandaag naar mijn vriendin geweest. En vandaag is zaterdag, morgen is zondag en morgen ga ik terug naar mijn vriendin. Dus 2 dagen ga ik naar mijn vriendin, dat is eigenlijk totaal niet gepland. Maar morgen ben ik dus uitgenodigd bij haar thuis om te barbecuen. En ik heb toestemming gekregen van Merle om morgen bij haar te filmen. Ik ga wel niet veel filmen, ik ga wel een beetje filmen. Misschien maak ik een Q&A'tje met haar of misschien film ik gewoon een beetje voor deze vlog. Of ik doe de Q&A in deze vlog. Ja, we zien morgen wel. Want ik weet niet goed wat zeggen nu. Omdat het... Ja, ik weet niet, ik wil gaan slapen. Ik ben een beetje moe, want ik heb niet echt goed geslapen gisteren. Het is nu zo laat. Dus ben ik kwart voor. Dus zoals ik net zei, ik heb dus niet echt goed geslapen gisteren. Nest kruipen, jongens en meisjes. En zeker niet morgen. Als je deze video nu geen like geeft. Of als je nieuw bent. Nog niet geabonneerd bent. Dan zou ik nu maar een like geven. En abonneren. Want anders komt mijn geest. Deze nacht. Jouw pesten. En dan laat hij jou niet slapen. Dus als je nieuw bent, abonneer dan op mijn kanaal. En like deze video. Zodat de geest niet naast jouw bed komt staan. En jou gewoon lekker laat slapen. En dan kun je lekker dromen over iets leuks. Bijvoorbeeld frietjes met mayonaise. Dus like de video en abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. En dan gebeurt er helemaal niets. Ja. Yo. Goedemorgen jongens en meisjes. Vandaag is het zondag. En ik ga vandaag barbecuen bij mijn vriendin. Maar jongens en meisjes, ik stink nog aan het zweet. Want ik heb me al vast geslapen en mijn bed is ook best nat van al mijn zweet. Kleren pakken. En ga ik douchen. Alleen, ik heb geen flauw idee waar al mijn t-shirts zijn. Deze t-shirts zijn bijna allemaal te klein. Kousen heb ik genoeg. Kan ik er gewoon pakken. Onderbroek heb ik ook genoeg. Kan ik ook gewoon pakken. En broek heb ik ook genoeg. Kan ik ook gewoon pakken als ik wil. En hier staan ook nog truien. Zelfs mijn eigen merchandise, Justin Vlogs, die misschien binnenkort ook online komt. Weet ik nog niet zeker. Mijn slechte kleren liggen hier. Doet er niet toe, dat is niet belangrijk. Maar ik ben een beetje aan het twijfelen wat ik ga aandoen. Maar hey, jongens, dat boeit niet. Ik ga zo meteen, ik ga even kijken wat ik ga aandoen. En dan zie ik jullie daarna. Oké, boys, ik ga douchen. En na het douchen ga ik deze kleedjes aandoen. Gewoon een t-shirt en een kousenonderbroek en een broek. En, oh shit. Als ik naar mijn vriendin ga, neem ik ook nog een flesje deo mee. En een proper t-shirt. Want als ik er aankom, ben ik natuurlijk bezweet. En heb ik geen zin in. En wil ik niet de hele tijd zitten lopen. Die bezweet is op mijn rug. Dus wil ik gewoon... ja, hoe noemt dat? Een nieuw t-shirt aandoen en een beetje deo onder mijn oksel spuiten. Zodat ik dan niet meer heel veel bezweet ben hier en op mijn rug en onder mijn oksels. Dus yeah. Sorry, moest ik even gedaan hebben. Yo, ben gedoucht. Ik heb mooie kleertjes aan. Jeansbroekje. En dan natuurlijk gewoon een zwarte t-shirt. En zometeen kousjes. Ja. Yo mensen, ik ben hier nu met mijn vriendin. We gaan een Q&A opnemen zoals ik beloofd heb via Instagram en zo. Je weet wel, hè? Ja.
En hoe noem je? Ja, dat weten ze al, dat boeit niet. Het boeit niemand! Chrissy. Oké, eerste vraag is van... Steven. Hoeveel keer hebben jullie het al gedaan? Ja, daar geven we geen antwoord op, hè. Waarom niet? Omdat ik dat niet wil. Ah. Volgende vraag is van... Cor? Zijn jullie blij met elkaar? Nee. Ja, ik ben heel blij met jou, hè. Ja, ik ook met jou. Maya. De bij. Bel mij. Hey, daar rent. Hoeveel verdien je met YouTube? Miljard euro. Overdrijf. Oké, niet te veel, maar ook niet te weinig. Ik ga niet alles vertellen hoeveel ik verdien, want ja, dat is ook privé. Oh, Niels. Niels. Niels de stadsbader. Vertel een mopje. Ik heb een goed mop. Ja, ja. Waarom mogen ze maar in Rusland, maar met drie mensen in de auto? Omdat je anders virussen krijgt. Oké, volgende. En zij heeft dat. Oh. Laura. Als je geen YouTube zou gedaan hebben, wat zou je dan doen? Ik zou brandweerman worden. Met politiekleren aan. Waarom zit deze mooi zo maal? Ik word vader dan. Later. Ja. Karen. Als Justin nu geen YouTuber zou zijn geweest, zou je dan nog altijd met hem zijn? Ja, waarom niet? Ik wist niet dat hij YouTuber was. Ah ja? Ja. Maaike, denk ik. Maaike, ja, zoiets. Doe een prank al bij iemand. Ja, dat is wel... Pak je telefoon. Nee. Ze vragen dat, dus we moeten dat doen. Nee, maar ik doe dat niet. Volgende vraag. De laatste... Dat thuis was, hè? De laatste vraag voor vandaag en dan gaan we lekker voortbarbecuen en lekker voort. Ja, zo zei ze dat u zelf gewoon voor schreeuwen. Oh. Ja, de laatste vraag en dan ga ik en mijn vriendinnetje terug naar beneden. Een spelletje spelen met de rest van de familie en Vincent. En... Oh ja, Maureen vraagt, wil je verkering? Heel graag. Nee, ik heb verkering met mijn vriendin. Jongens, meisjes, één mis momentje. En wil je me met trouwen? Nee! Ik ben afgewezen. Later hoor. Fuck! Goedemorgen, jongens en meisjes. Het is nu 10:30 in de morgen. En kijk hoe mooi weer het buiten is. De zon schijnt prachtig. De wolken zijn mooi blauw. Je ziet het niet te goed door de bomen en door ons plafond buiten. Maar jongens en meisjes, ik ga zo meteen een video opnemen met een YouTuber met 600 abonnees, iets meer. Deze keer geen YouTuber met boven de 1000 abonnees, maar een YouTuber dat ongeveer evenveel abonnees heeft als mij. En zijn naam is DoeTuber. Hij heeft... Hoeveel abonnees heeft hij? Gaan we eens kijken hoeveel abonnees hij heeft. Hè. Hij heeft nu ondertussen 639 abonnees. Hey, wat? Ik ben geabonneerd? Oh, ik ben niet ingelogd. Ja, ziet je? Ik ben geabonneerd op die gast. Dus ik kijk wel af en toe naar zijn video's. Want hij kan wel goed editen eigenlijk, zeg jullie eerlijk. Ik ga jullie een klein stukje laten zien van zijn video's. Ja bro, ik wist dat. Ik zeg u eerlijk. Ik wist dat in ieder geval niet. Blijkbaar kan het. Net zoals van die... Gewoon, eigenlijk gewoon van die broodjes eigenlijk in de broodjeszaken halen. Ga ik blijkbaar ook in het zomer een frituur halen. Dat wist ik niet. Ik wist het wel. Maar ja, jongens. Ik ga dus zo meteen na de middag ergens met hem een video opnemen. We gaan met elkaar bellen via Instagram. En dan gaan we samen een video opnemen. Dus ja. Check deze guy, man. Ja, wat de... Ja, ik bel met een random guy. Check zijn YouTube-kanaal in de beschrijving. Bij mij hetzelfde. One only. Dit is ook random, want dit is meer een random shitlow-video waar ik random dingen in doe en zeg. Dat is niet erg, jongen. Dat is cool. Ja,
ik had het al verwacht. Ja, we hebben elkaar nog nooit gebeld, we hebben alleen maar een beetje gepraat met elkaar. En nu bellen wij dan zo van, oké, dit is het eerste gesprek. En waarschijnlijk is dat cringe en droog en awkward en weet ik veel wat. En ja. Ja man, een beetje. Klein beetje. Mini, mini, mini. Ik heb al eigen gehad. Ja. Lekker man. Jongens en meisjes, ik ben echt trots op mezelf dat ik bijna dagelijks aan het uploaden ben. Niet echt helemaal dagelijks, maar ik probeer echt wel dagelijks te doen. Alleen het is wel moeilijk. Ik ben niet een zo'n knol die dat echt kan. Want dat is echt zijn werk. Dit is niet mijn werk. Maar als dit mijn werk zou zijn, zou ik ook wel proberen om dagelijks te vloggen. Ook al probeer ik dat nu ook al. Alleen het lukt niet echt helemaal zoals gepland. Ik probeer echt zoveel mogelijk te gaan uploaden nu. Ik ben het nu ook aan het doen. En dan ben ik echt trots op mezelf daarvoor, omdat ik dat echt aan het doen ben. En ik heb echt genoten om deze video voor jullie te maken. Want ik heb eindelijk eens terug een video gemaakt met mijn vriendin. Alleen in deze video ben ik echt met mijn vriendin geweest. En heb ik echt met mijn vriendin gefilmd. Binnenkort, bijna als mijn verjaardag is, ga ik samen met haar shoppen. Dus eigenlijk ga ik ook een video maken met haar. Alleen in die video kom ik en zij in. En dan gaan we shoppen en zo. En we gaan leuke dingen doen. En dan ga ik allemaal filmen dan. Terwijl mijn vriendin ook wil. Maar ik heb ook toestemming gekregen van mijn vriendin om haar dan te filmen. En ik ga nou niet te veel vertellen wat ik ga doen met haar. Maar het is iets waarin ik altijd ga vloggen en filmen. En ik hoop dat jullie deze video hebben genoten. Ik ga de video afsluiten. Doe eens een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En deel deze video met al jullie vrienden, familie en huisdieren. En abonneer ook even op de YouTuber waar ik mijn reflectie daarnet gebeld heb. Link staat in de beschrijving. En volg ook even Mattie Patati. Link staat ook in de beschrijving. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende video. En tot de volgende video. En tot de volgende video. En tot de volgende video. Laters.